We hebben iets nieuws in het assortiment. PNS Holo Metallic Gel. Een hele vloeibare gel. Advies is om enkel in het aluminium een gat te maken. Want het is vloeibaar. Het is echt vloeibaar. Haal niet het hele beschermhoesje weg. Want zoals bij mij per ongeluk gebeurd is, ik heb hem dus in mijn tas gedaan. Hij is gaan lekken. Als jij dus het vliesje er helemaal weg hebt gehaald, dan heb je dus, ben je alle producten kwijt. Het gaat in je schroefdraad zitten. Het gaat echt lekken. Als je deze wil vervoeren, denk er goed om dat je hem dus recht houdt. Ergens onder in de koffer, onder in de tas, desnoods in een doosje. Dit krijg je uiteindelijk niet meer schoon. Maar hij is wel super mooi. Ik heb een tipje voorbereid met een hele mooie zacht groene. Dit is van de Unlock Gwenda. De 16-1. Ik gebruik voor fijne lijntjes de een van de penselen van de Fineline Set. En ik ben zelf fan van een wat langere. Dit is de 15-18 ml. En dan pak ik de 15 mm penseel. En ik ga dit keer krullen maken. Als je het penseel wil laden, dan heb je een heel mooi glaasje. Dan pak ik wat product. En dat leg ik op het glaasje neer. Dit zorgt ervoor dat ik nooit te veel product pak. Want zo zie je al, als ik te veel product pak, dan komt dat op als een bolletje op mijn penseel. Als ik hem op mijn glaasje afrol. Ik heb een penseel geladen, maar ik heb geen bolletje. En hier kan ik alsnog mee tekenen. Als ik nou, want ik ga krullen maken. Als ik dan wel een verdikking wil, dan pak ik wel iets meer product. Dat ik een bolletje heb, ik maak contact, ik leg mijn penseel neer en ik trek hem weer omhoog. Dan zie je dus daar een verdikking. Let erop dat je niet te dik werkt, want het is zo gepigmenteerd en het is zo sterk van kleur, dat als je hem te dik legt, dat de kern niet zal uitharden. En dan gaat hij in de lamp. En na de topcoat is dit het eindresultaat. Even kijken of ik een zaklamp. Kijk. Je ziet echt de holo erin. Maar het is niet de enige. Want we hebben ook nog zilver, goud en rosé. Dus dan kan deze daarnaast. Alle drie vloeibaar, chroom. Dit is nummer 1. Zilver. Dan
Nummer 2 is goud. En nummer 3 is rosé. En deze zijn allemaal heel dun, net vloeibaar kwik. Dus hou het potje rechtop.